Ik ben Max Christen, ik ben 28 jaar en woon sinds dit jaar de helft van mijn leven in Almelo. En ik ben raadslid voor D66. Wat was de reden om je verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad van Almelo? Nou, ik vond het vooral belangrijk om iets te kunnen betekenen voor mijn mooie gemeente. Ik loop een tijdje op de achtergrond al mee sinds grofweg 2017. En ben altijd geïnteresseerd geweest in wat zo'n gemeente, wat zo'n stad en dorpen nou draaiende houdt. En ja, je moet er gek genoeg voor zijn, zeg ik heel vaak tussen neus en lippen door. Om je zoveel te willen inzetten op een bepaalde manier voor Almelo. En ik vond het mooi om het op deze manier te doen. Waarom voor D66? Nou, bij D66 is er veel vrijheid van denken in bepaalde onderwerpen. En hoef je niet allemaal op één lijn te liggen. Er zijn verschillende geloofsovertuigingen, verschillende ideologieën. Maar iedereen die kan een plek bij ons vinden, lijkt mij. En ik ben vooral heel erg tevreden met onze richtingwijzers. En hoe wij ons altijd neerzetten als sociaal-liberaal. Dus juist vrij zijn om te kunnen pieken. Maar als je aan de onderkant zit, dat je wel geholpen zou kunnen worden. En zo sta ik er ook altijd in. Voor welke onderwerpen ga je je sterk maken? Zelf ben ik voornamelijk altijd wel bezig met hoe sport in de maatschappij leeft. Ik heb ook ooit stage gelopen bij hier het lokale sportbedrijf. Verder ben ik als jong persoon altijd scherp op hoe jongeren vertegenwoordigd worden in de gemeenteraad, maar ook in bepaalde plannen. En verder heb ik ook een focus op wonen, mobiliteit en nog wel wat andere zaken. Wat vond je moeilijk of lastig tot nu toe in het raadswerk? Nou, het is veel wat denk ik tegelijk op je afkomt op het moment dat het zover is. Ik vind wel dat we in het eerste half jaar heel erg goed begeleid worden en geleidelijk aan ingezet worden. Maar het zijn natuurlijk, het is dossiervreed. Het zijn veel dingen die tegelijkertijd op de agenda komen. En dat betekent goede afspraken maken met elkaar. Je kan niet over alles heel veel vinden. En langzamerhand vind ik me daar wel een weg in. Waaraan moest je het meeste wennen? Ja, dossiervreten als het ware, denk ik. Vooral ook vinden waar je je focus kan leggen als individueel raadslid, als partij. En vooral ook, ik heb in de achtergrond meegekeken toen wij in de oppositie zaten. Dus een iets andere beleving als je in een coalitie zit, is ook even iets waar je aan moet wennen, denk ik. Aan elkaar wennen, vooral omdat je dat samen moet doen. Wat wil je tijdens deze raadsperiode sowieso bereikt hebben? Ja, ik kan niet echt heel makkelijk in de toekomst kijken, maar ik wil in ieder geval bereikt hebben dat wij als gemeente, dat de raad aan het hoofd een richting opgaat, dat we vooral samen dingen doen. Dat dingen die onderop komen vanuit onze inwoners, dat die een goed luisterend oor krijgt bij de gemeenteraad. En vooral dat mensen met iets meer vertrouwen denk ik naar dit gemeentehuis kijken met al zijn harde werkers die daar binnen zitten. En ik zie het vooral tegemoet om zo goed mogelijk als partij ons sociaal-liberaal geluid te laten horen.